Goedemorgen, dit is de derde dag. De laatste dag voor de echte Mont Ventoux time trial. Twee derde zitten dus op. En ik hoop dat de dag van vandaag iets minder tegenstellingen heeft dan gisteren. Gisteren was het een dag wat mij betreft qua tegenstellingen. We begonnen qua regen en natte, donkere, grijze luchten. Maar we eindigden met fantastisch mooi zonnig weer. 115 meter, gaan we klimmen. We hadden lekkere, goedlopende klimmetjes zoals de Col de Nol. Maar we hadden ook gisteren, nou ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Een col die ik nog niet kende, maar die heet Col de Parquetou. Alles staat geparkeerd en dat gebeurde ook gisteren. En ik spreek voor mezelf, het was ondoenlijk. 12, 13, 14, 15 procent. Daarnaast hadden we hele gevaarlijke tricky afdalingen, maar ook hele mooie afdalingen. De afdaling na die Col de Parquetou waar ik net over had, fantastische uitzichten, goedlopende afdalingen, helemaal te gek. Het blijft zwaar, het blijft pittig. Nu de laatste loodjes, vandaag bijna 180 kilometer, maar een deel daarvan is zo ongeveer 60 kilometer vals plat naar beneden. Dus dat is lekker.